Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil zich ervoor inzetten dat alle kinderen, ongeacht van waar ze wonen of wie hun opvoeders zijn, dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen om te leren en te groeien. In een nieuw schooljaarboodschap zegt de minister dat hij elke mogelijkheid aangrijpt om een verschil te maken in kinderen hun leven. Hoewel verschil uitmaken voor kinderen niet altijd even makkelijk is of even snel kan, is minister Ory vastberaden om samen met ouders en alle andere betrokkenen te zoeken naar oplossingen die het onderwijs nog beter kan maken. De minister benadrukt dat elk kind talent heeft en speciaal is. De bewindsman ziet het als een taak van het ministerie om het talent van elk kind tot ontwikkeling te brengen. Jullie zijn de bloemen van Suriname die met heel veel zorg begeleid dienen te worden. Zoals het zaad van een bloem goed verzorgd moet worden, geldt dat voor jullie ook. Ons ministerie voor onderwijs werkt hard aan alle verbeteringen, zodat je een fijne leeromgeving hebt in een fijne school met fijne leraren. De onderwijsminister richtte zich ook tot de studenten. Hij wijst erop dat zij de toekomstige artsen, leraren, verpleegkundigen, taxichauffeurs en boeren van de maatschappij zijn. Ook voor deze groep zet hij zich in om het onderwijs te verbeteren. Ik ben in de afgelopen periode veel benaderd voor het verruimen van studiefinancieringsmogelijkheden, mede gelet op de huidige financieel-economische ontwikkeling van het land. Begrijpelijk. Jullie willen je ontwikkelen en vragen daartoe steun en hulp. De regering heeft alvast een mogelijkheid gecreëerd om de verhoging van de inschrijfgelden en materiële kosten enigszins te verlagen. Dit gebeurt via een tegemoetkoming die momenteel wordt uitgewerkt en dit jaar nog zal dat bekend worden gemaakt. Minister Ory is zich van bewust dat er nog veel uitdagingen zijn. Eén daarvan is versterking en verbetering van het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Hij drukt studenten op het hart om ondanks de uitdagingen vastberaden te blijven studeren. Suriname heeft hoogopgeleide en gekwalificeerde werknemers en wetenschappers nodig om antwoorden te vinden voor complexe vraagstukken in de landbouw, voor de mens- en milieu-uitdagingen, voor het garanderen van een leefbaar klimaat, het creëren van een rechtvaardige inkomensgroei en ga zo maar door. Als we samen hard blijven werken en de goede dingen blijven doen, zal dit werk lonen. Het zal ons brengen naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor nu en in de toekomst. Het is een proces van lange adem. In mijn regeringsperiode wil ik hiertoe een belangrijke aanzet geven. De onderwijsminister wees ouders op de belangrijke rol die zij vervullen in het leven van kinderen. Onderwijs en eigen ontwikkeling zijn immers de sleutel voor een fijne toekomst van kinderen. Baby.